Leuk dat jullie weer mijn nieuwe video hebben aangeklikt. Vandaag ga ik het net even wat anders doen dan ik het normaal doe. Ik ga namelijk vertellen over mijn studiekeuze en hoe ik erop gekomen ben. Dus lekker een praatvideo, maar dat is ook wel een keer leuk. Ik wilde eigenlijk een Draw My Life doen, maar toen bedacht ik me dat ik niet kon tekenen. Dus in plaats daarvan ben ik maar gewoon voor de camera gaan zitten, want praten, daar ben ik super in. Ik zal maar bij het begin beginnen. Ik heb HAVO afgerond en daarna ben ik gegaan naar een opleiding Oriënterende Propedruisen Gedrag en Maatschappij. En dat is eigenlijk een opleiding waar je alle vier de sociale opleidingen SPH, MBD, CMV en pedagogiek bekijkt. En aan het einde van het jaar kies je een opleiding. Uiteindelijk wil ik geen van de vier doen, dus dat is wel een beetje jammer. Opleiding nummer 2 was Communication en Multimedia Design. Ik vond die opleiding echt heel leuk en je kon er heel veel leren. Ik heb leuk fun fact. Dit zwarte scherm achter me, dat moest ik ooit halen voor die opleiding. En dit boek moesten we bijvoorbeeld ook voor aanschaffen. Ik ben tijdens de opleiding best wel een soort ziek geworden. Ja, ik had gewoon zo weinig energie dat ik gewoon niet meer naar de lessen kon. Op een gegeven moment had het gewoon ook geen zin meer om de tentamens en zo nog te maken. Want ja, ik had zoveel gemist dat ik het gewoon niet meer kon halen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om uiteindelijk te stoppen met de opleiding. Toen ben ik een half jaar gaan werken. Door wat meiden in een WhatsApp groep van mij, een paar vrienden. Die hadden me een blokje later laten zien. En daardoor ben ik steeds meer gaan sporten en steeds meer gezonder gaan eten. Dat heeft me zo erg aan het denken gezet dat ik dacht, maar wat nou als je hier gewoon een opleiding over kan doen? En toen kwam ik nog snel bij voeding en diëtetiek uit. En daar zit ik nu nog en dat vind ik echt super leuk. Een derde opleiding, dat is voeding en diëtetiek. Voeding! Als jullie dachten, waarom is er zo'n roze shirt aan? Dat is dus daarom. Dit is het shirt van mijn intro week. Weet je nou echt niet wat je wilt doen? Laat je dan vooral niet te veel pushen. En stel dat je de verkeerde opleiding kiest, ja, dat is jammer. Maar weet je, het is ook niet het einde van de wereld. Ik ben er ook nog steeds en ik heb er geen spijt van dat ik die andere twee gedaan heb. Want dat heeft me wel tot de persoon gemaakt die ik nu ben. Probeer je jaar af te maken, probeer je P te halen. Ga dan gewoon door met iets anders wat je wel leuk vindt. Maar hou die, weet je, die kennis die heb je wel gewoon. Ook al heb je misschien, zelfs al heb je je P niet. Dan heb je wel gewoon al die kennis en die kan je ook weer toepassen in je volgende opleiding. Mijn achtergrond, dat is een van de onderdelen die ik moest halen voor mijn presentatie voor dat vak. En ja, zo, dus, dit is zeg maar een soort van goede metafoor, denk ik. Voordat je altijd wel dingetjes overhoudt aan je vorige opleiding, ook al heb je er misschien niks aan gehad als je een verkeerde opleiding kiest. Je kan dat altijd nog later gebruiken. Nou, vond je dit nou interessant? Laat vooral even hieronder ook weten als je al studeert hoe jouw studieverhaal is gegaan. En hier kan je gewoon even kijken naar Jane, die helpt namelijk met het kiezen van een studie. In mijn laatste video laat ik zien hoe je je inschrijft voor de open dag. Hier kan je nog even klikken om te abonneren op ons kanaal. Ik denk hier ergens op. En graag zie ik jullie volgende week maandag om 4 uur weer terug. Tot dan! Doeg! Voeding!